Welkom bij Vlaanderen Muziekland. We zijn hier vandaag in Geraardsbergen en het ziet er niet echt een zomervibe uit, maar het is aan het stormen buiten, dus we zijn gevlucht naar binnen. Maar ik heb goed nieuws. Ik heb een fantastische artieste, een hele straffe zangeres, Lotte de Klerk. Hallo. Dat was een intro, hè? Amai, dat is nog wel een intro. Hoe is het mee? Goed mee. Goed. We gaan gelijk beginnen met de ijsbreker. We hebben hier drie balletjes en ik hoop dat jij goed kunt gooien. Ik kan niet zo goed mikken, maar ik ga mijn best doen. We hebben vijf thema's. Geloof, jeugd, familie, onzeker en angst. Je mag drie keer gooien, drie thema's kiezen en dan ga ik telkens een vraag stellen over dat thema. Ik ben benieuwd. Go for it! Dat was al direct raak. We gaan eens kijken wat we hebben over familie. Wat is een van de belangrijkste lessen die je van je familie hebt geleerd? Ik denk dat die onvoorwaardelijke liefde dat je voor elkaar hebt. En... zeker met mijn ouders en mijn broer. Mijn broer zit ook in hetzelfde vak. Als we tijd hebben, dan sturen we het naar elkaar of dan bellen we elkaar. Dat was eerst een hobby, dan werd dat eigenlijk een fulltime werk. Mm-hmm. Hoe was dat om ondersteuning te krijgen van je ouders? Waren die vaak in dat proces? Of? Ja, heel vaak. Want ja, ik doe dat inderdaad al van dat ik klein was. En ja, dan had ik ook nog geen rijbewijs. En zij zijn ook echt bij elke show dat ik doe. Oh. Ze staan er altijd. Van boven? Zo iets meer naar achter. Of zo dicht bij de front of house. Zo meestal daar. Super, dank u. Ja, jij mocht het tweede thema kiezen. Alright. Nou. Geloof. Nou. Speelt geloof of spiritualiteit een rol in je muziek of leven? Zo ja, hoe? Eigenlijk niet echt. Ik weet dat dat bij u een heel groot ding is. Ja. Ik heb in de lagere school katholieke lessen gekregen. Ik ben zelfs misdienaar geweest. In het middelbaar... Ja, echt zo de kaartjes gaan afsteken. En dan in het middelbaar heb ik zedeleer gedaan, dat ik van allebei zo wat had geleerd. Maar eigenlijk, ik weet niet goed wat er is. Maar is er bijvoorbeeld zo... ja, ik ga zeggen, zo een ritueel of zo dat jij volgt? Of... ik ben wel zo'n beetje bijgelovig. Okay, dat wel. En dus ja, zo, ik heb zo van die gelukssokken dat ik vaak aandoe, dat ik weet, want er zitten ook echt al gaten in om dan die zo vaak te dragen. Maar ik weet als in voor een optreden of voor zo? Voor een optreden of zo. Goed. Je mag de derde bal gooien. Oh, dat gaan we nog eens doen. Ik vond het al straf dat ik al twee keer goed had gegooid. Derde keer, goeie keer. Angst. Oké, we gaan gelijk van spiritualiteit, ritueeltjes, naar angst. Een mooie overgang. Wat is uw grootste angst binnen uw carrière en hoe ga jij daarmee om? Mijn grootste angst in het algemeen is om vergeten te worden. Maar dat is zowel in groepsverband als in dat vrienden zonder u afspreken. Maar ook als ik er later niet meer ben, gaan mensen dan nog verhalen over mij vertellen. En dat moet niet super groot zijn van wauw, wat een artiest was zij. Maar meer van, oh, dat was echt een warm persoon. Of met Lotte kon ik goed lachen of zo. Die was een fantastische artiest. Of die is een fantastische... ja, ik hoor dat heel vaak, dat je vooral wilt weten dat mensen goed over je denken. En hoe dat je zo'n positieve indruk nalaat of zo. En hoe probeert jij het een beetje te bestrijden, die angst? Allee, want je kunt daar niet veel aan doen. Ja, ik denk gewoon door te genieten en door mensen zoveel mogelijk te betrekken in wat ik doe. Nee. Ik ga jou ook betrekken vanaf nu, in alles wat ik doe. Dan moeten we helemaal geen angst meer hebben. Ik denk dat we klaar zijn voor ronde 2. Achter ons zijn er drie fantastische artiesten en we gaan de rubriek cover, duet en ditch spelen. Dat is eigenlijk, je krijgt drie pijltjes en je mag gooien naar de artiesten met wie jij een cover zou doen, met wie jij een duet zou doen en wie jij zou ditchen. Maar ditchen vinden we soms een beetje gemeen, dus we zouden zeggen een pint mee gaan pakken. Okay. Ja, het eerste pijltje is voor een cover van... ik ga gewoon al blij zijn als ik iemand raak. Oké, nou succes. Ja, het is in de buurt. Ik reken het goed. Okay. Een cover met Ingeborg. Oké. Okay. En met wie zou jij een duet willen doen? Dat weet ik niet. Mijn paars plakkaat. Dat kan toch tof zijn? Oh! Oké, okay, duet met Jelle en Bitch. Een pint gaan pakken met Willy Sommers. Ik vind het knap dat ik zoveel heb geraakt eigenlijk. Ik vind het ook. Ja, je hebt heel goed gegooid. Ja. Moet ik wel zeggen, moet gezegd worden. Ik straf van mezelf. Je hebt cover met Ingeborg. Ingeborg. Vertel eens. Ik denk dat zij wel leuke muziek heeft om te coveren. Ja. Kent je? Ik heb wel een paar liedjes, maar ik ken niet haar hele repertoire. Maar okay. Lijkt me wel leuk. Ja, het is een ijzersterke artiest en ook een zeker, hele grote naam in de Vlaamse muziek. Oké, okay, goed. Duet met Jelle van Daal. Ja, ik heb haar al een paar keer ontmoet.
En ik vind het echt gewoon een super toffe vrouw. Dus ook goede zangeres. Wel leuk. Ook heel goede zangeres. Dus lijkt me wel leuk voor samen met ze. Zeker, zeker. Ja. Jelle? Een publieke oproep als je... We delen ook een loge nu. Ja, echt? Ja. Oké, voilà. Dat kan. Op Vlaanderen Muziekland kan dat allemaal zomaar gebeuren. Een pint pakken met Willy Sommers, verklaar. Ja, of iets alcoholvrij, want ik drink eigenlijk geen alcohol. Nooit? Bijna nooit. Bijna. Dat is goed voor stemmen. Ja, voilà. Ja, grote meneer, hè. Zeker. Zou ik wel eens een babbeltje mee doen? Hij gaat straks optreden, dus je krijgt het kans. Oké, we gaan naar de volgende ronde. Lotte, ik weet dat jij vrij artistiek bent. Jij schrijft heel mooie nummers, jij zingt heel schoon, jij doet heel veel acteerwerk, heel veel dubben, al een serieuze catalogus op je cv. Maar ik ben benieuwd of jij goed kunt tekenen. Ik heb hier een lege canvas en het spel is eigenlijk, jij moet een zomertune of een zomersong, jouw favoriete zomersong, hierop tekenen en ik moet die raden. Dus ik kan je alleen maar vragen, niet te moeilijk. Ik kan het ook niet te moeilijk voor mezelf maken. Nee, maar dus ja, ik zal zeggen, het begint eraan. Ik zal hier een aantal stiften zeggen. Ja, ik zie een UFO. Zie je het al? Ja, het is een koffie, thee of zo. Ja. Thee. Koffie. Eén cappuccino. Nee. Dat is van... Heet dat Please? Nee, dat nee, de andere. Is de koffie espresso? Ja! Oké, dat is wel echt een goede zomer. Hoe gaat die? Hoe gaat dat liedje? Isn't that sweet? I guess so. I'm working late. Cause I'm a singer. Okay. Zingt jij dat in je set? Ja, ja, met mijn band zing ik die eigenlijk. Ja, keimooi getekend. Ik ga het even laten zien aan de kijker. Alle Picasso-stijl, alle dat staat. Je mocht dat ook signeren. Ah, ja. En wij gaan dat dan weggeven aan iemand. Deze kunnen jullie winnen. We zijn al bezig aan de aankondiging, zoals gehoord. Dus ik ga nog heel snel een vraag aan jou stellen. Volgende week zit er iemand anders in deze stoel. En die gaat ook het spel Cover, Duet en Ditch mogen spelen. Jij mag kiezen met wie dat hij dat moet doen. Van de line-up van volgende week. Ja. Kate Ryan. Christophe. En nog een straffe madame Natalia. Top keuzes. Oké. Ik ben benieuwd naar de interview. Ik wil jou bedanken. Het was een fijn gesprek. Dankjewel. En succes straks. Dank je.